Hoi en welkom bij weer een nieuwe unboxing, deze keer van de Lievelingspost. Het thema van deze maand is Everything Nice. Ik geef ook aan hier op het kaartje dat ze in de gedachten hadden een beetje de herfst en cadeautjes die daarbij passen. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. Allereerst deze kleine snoepjes en ja, jullie kennen me inmiddels wel. Die zullen voordat ik klaar ben met filmen van deze video al op zijn. Is that just me? Zoals altijd, alles is wel weer leuk ingepakt en we gaan ook eens kijken naar de allereerste cadeautje. Het allereerste hier is deze lipbalm. Ik heb deze nog nooit eerder gezien, moet ik toegeven. Ik vind de verpakking wel echt super, super mooi. Van het merk Folklore. Wow. Folklore. En dan ja, een klein konijntje. Het is een minty elderflower. Oh, dat is dan weer jammer. Ik ben niet van mint. Ik hou er echt niet van. Ik ben ook geen muntthee type of alles met extreme munt. Nee, niks voor mij. Maar ik vind hem wel verder rest leuk. Gaan we door naar het volgende cadeautje. En daar zitten twee mini kaarsjes in. Oké. Okay. Nummer 3 is dit. Wat is dit? Oh, een wensduifje. Het moet een duifje voorstellen. Dat had ik niet gezien. Er zit deze kleine papiertje in en daar moet je dus je wens op schrijven. Die duurde terug in. En ja, hopelijk komt je wens dan uit, is het idee. Leuk idee, maar ik vind het niet op een duif lijken. Het volgende zijn deze kleine kaartjes. Ja, ik weet niet. Af en toe doen ze er van die kaartjes en dan denk ik van, wat moet ik hiermee? Dit is weer precies hetzelfde eigenlijk. Next up, deze kleine mini bladeren gemaakt van papier en een lintjes. Ik denk een soort van hanger die je zelf kan maken. Deze keer zit er niet een kleine omschrijving in. Dus ik ga nou gewoon puur op mijn eigen gedachtegangen bij. Dit is tot zover het enigste herfstding wat ik tegen ben gekomen. Next up. Deze, oh, Polaroid magnets. Hartstikke leuk, maar ja. Niet natuurlijk voor iedereen die een Polaroid camera heeft. Kijk, ik heb er toevallig een, maar niet iedereen heeft die. Dan hebben we deze twee kaartjes. Oh, deze vind ik wel echt super schattig. Oh ja, nee, deze vind ik leuk. Deze kaartje vind ik leuk. Met een klein zakje met oploskoffie. Kijk, dat vind ik op zich nog wel leuk. Alleen, ja, ik weet niet. Het valt weer een beetje tegen so far. Dan hebben we hier dit kleine notitieboekje met aan de ene kant things I want to do. En op de andere kant things I probably should do. Dus ja, net maar hoe je het wil gebruiken, het notitieboekje als het ware. Dan hebben we hier een kaartje met een tegoedbonnetje voor een ijsje bij de winkel zelf. Zet geen datum op, kun je altijd gebruiken zolang ze dus ijsjes verkopen. Dus dat is wel goed. En dan hebben we hier alweer het laatste cadeautje en dat zijn deze patches. Dus die kun je op een jasje, een tasje of wat dan ook doen. Ja, ik vind hem weer tegenvallen. En ik denk dat dit ook echt de laatste keer is geweest dat ik hem heb besteld. Ik ben er een beetje klaar mee. Het is op zich wel leuk, maar heel veel dingen, ik weet niet. In het begin was er iets meer effort in gedaan, leek het wel. Dat was weer bij deze video. Tot de volgende keer weer. Doei!